Hallo, welkom bij het mini-college Logistiek. Mijn naam is Pim Verdig. en ik ga de uitdaging aan om in 10 minuten een bepaalde theorie van, uh, van logistiek uh, uit te leggen. En aan de hand van die theorie hoop ik ook een beetje uh, helder te maken van wat is eigenlijk logistiek, waar gaat logistiek over, waar kijken logistici uh, naar. Ik heb daarvoor een, uh, een theorie gekozen die uh, elke logistici aan zal uh, spreken. Elke logistici kent hem ook. En dat is de Theory of Constraint. Um, de Amerikaanse uh, titel daarvan. Uh, en in het Nederlands heet het gewoon de knelpunttheorie. Nou, maar eerst even, voordat ik die, 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 die theorie kan lanceren... eerst even uitleggen vanuit het overzicht logistiek. Uh, logistiek is ketens, processen in, uh, in ketens... Uh, dit is een keten die uh, uh, vaak als voorbeeld wordt gediend. Dit noemen we van koe naar koelkast. Hè. We melken de koe. En uiteindelijk komt dat uh, via allerlei tussenstations... in uh, het schap van de winkel terecht. En dat is, uh, daar worden, uh, de klanten die komen daar binnen en die order pikken hun, uh, hun eigen uh, goederen... en die uh, nemen dat mee en die zetten dat thuis in de koelkast. Van koe naar koelkast. Nou, dat zijn eigenlijk is een verzameling van ketens en knooppunten. En dat zijn allemaal processen achter elkaar. En als ik naar zo, één zo'n proces kijk, dan ga ik eens kijken naar zo'n proces van, uh, ja, ik, mm, ik pak een aantal verkenners en die gaan lopen. En die verkenners die, gaan, uh, die worden gedropt in een, in een bos en die moeten ergens uh, met een routebeschrijving naar een, bepaald, uh, naar een bepaalde plek. En daar krijgen ze lunch, dus die hebben misschien wel haast, die, uh, die verkenners. En voordat ze gelopen, stel ik even één verkenner uh, wat nader uh, voor. Dat is, uh, dat is deze, die heb ik al rood gemaakt, dat is Herbie. En Hubby is, uh, is een beetje klein. En Hubby uh, is ook een beetje, een beetje zwaar. En je kunt je dus voorstellen dat als we gaan lopen, dat Hubby uh, niet zo heel snel kan, uh, kan lopen. Dus als we met z'n allen gaan lopen. Uh, en misschien moet ik ook nog even zeggen dat. Misschien is dat voor verkennersramen raar, maar voor een logistiek proces is dat helemaal niet raar. We mogen elkaar niet inhalen. We kunnen elkaar niet inhalen, omdat in de logistiek zijn processen nou eenmaal volgtijdelijke gebeurtenissen. We zullen altijd eerst een vrachtwagen moeten laden voordat we ermee naar de klant gaan, uh, gaan rijden. Anders heeft het niet zoveel zin. En uh, we kunnen dus ook Herbie niet inhalen. En dat betekent iets voor het feit dat we gaan, uh, dat we gaan lopen. Ja? Nou. Uh, Lama's gaan lopen, hè? dan gaan we lopen. En misschien moeten we nadenken, als je nou verkenners bent, van hoe gaan we die verkenners begeleiden of zo. Maar uh, binnen een kwartier ziet het er zo uit. En ik weet niet of je ze net geteld hebt, maar ik zie er nu nog maar zeven. En daarnet waren er nog negen. Er zijn er al twee buiten beeld, hè? en die zijn, uh, die zijn weg, die zijn al uit het zicht uh, uh, verdwenen. Dus je ziet dat dit niet helemaal goed gaat, want we voelen allemaal aan dat die verkenners, dat dat proces het best gebaat is en het beste controleerbaar is als die verkenners bij elkaar blijven, als dat een compact groepje blijft. En ik zal zo meteen ook uitleggen waarom dat is. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat niet iedereen even hard loopt. ...Herbie loopt het langzaamste. Maar er zou ook iemand uh, zijn veter los kunnen zitten. Die stopt even om zijn veter uh, uh, los te maken. Er wil iemand even iets uit zijn rugzak uh, pakken. Die stopt om iets uit zijn rugzak te pakken. Er zijn allerlei redenen waarom iemand stopt. En waardoor de hele groep, of degene die erachter uh, lopen. op een gegeven moment uh, uh, ook moet, uh, moet stoppen. Als die vlak achter hem uh, loopt, in ieder geval. Dat heet statistische fluctuatie: hè? de verandering, het uh, verschil van, van de tempo van iedereen. Een tweede reden dat, we, dat het niet goed gaat, dat is dat er onderlinge afhankelijkheid is. Dat hebben we er eigenlijk zelf net in gebracht. Hè. Ik heb gezegd, we mogen elkaar niet inhalen. Maar dat betekent dat we dus afhankelijk zijn van de ander, van degene die voor ons loopt. Of wij door kunnen lopen of niet. Die twee problemen, die gaan we oplossen. En meneer Goldraat, dat is de meneer die deze theorie heeft gelanceerd. Die heeft gezegd, dat is goed aan te pakken. Namelijk, met een drum... Nou, dat is eigenlijk een heel goed idee. Dat deden we de militairen vroeger ook. Hè? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. En daar gaan we. En dan lopen we allemaal een beetje zelf in dezelfde pas. Dat is nog niet genoeg. Wat we ook doen is een buffer aanleggen. En die buffer die leggen we aan voor Herbie. Want als we met z'n allen aan willen komen en we willen met z'n allen snel aankomen, dan bepaalt Herbie onze eindtijd. Hè? Het is een groepssport. Uh, uh, dus. Uh, bepaalt Herbie onze eindtijd. En we moeten dus zorgen dat Herbie altijd kan blijven lopen. Dus als degene voor Herbie even zijn veten wil strikken, of moet strikken, dat kan. Maar Herbie moet wel blijven lopen. Daar is die buffer uh, voor. En het derde wat we doen is een rope. Oh ja, dat is een goed idee zou je denken. Dan kan de voorste kan een beetje uh, Herbie mee trekken. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat Herbie de voorste tegenhoudt... van, joh, jij kan wel harder willen, maar ik kan niet harder. Dus het heeft geen zin om verder vooruit te lopen. Laten we bij elkaar blijven. Dus de touw moet eigenlijk ervoor zorgen dat Herbie de juiste informatie doorgeeft... aan degene die, uh, die voorop loopt. Nou, laten we eens even kijken. Uh, eigenlijk, deze theorie die werd in het uh, in uh, begin jaren negentig gelanceerd. En uh, in de jaren negentig zagen we hem ook al, hoor. Zagen we allemaal voorbeelden van... Namelijk dit. Dit is in de jaren 90 op onze snelwegen gekomen. En dat is een drum. Als we nou allemaal rustig 70 blijven rijden, dan wordt de totaalfile het, uh, uh, het minst. Voor het individu uh, werkt dat anders. Maar voor de totale file is allemaal 70 rijden op dat moment het beste. Buffer, dat zien we ook. Hmm. Deze werkt niet zo goed hoor. Uh, deze buffer is wel aangelegd. Dat is op zich een prima idee. Maar deze buffer ligt niet bij Herbie. Deze buffer ligt gewoon op een willekeurige plek waar een, uh, waar een oprit uh, is. En die buffers, deze truc, hè, die zien we ook uit het snelwegbeeld na het jaar 2000 alweer een beetje verdwijnen. Rope zien we ook. Uh, dat is niet hetzelfde als uh, wat ik met uh, drum bedoel hier. Want de drum dat is überhaupt die 70. Maar we zien hier niet alleen 70. We zien verderop ook nog matrixborden. En daarachter zien we nog een matrixbord. En ik kan het niet lezen, maar die informatie die daarop staat, die geeft mij informatie. Dat, dat, wat, die tekst die daarop staat, die geeft mij informatie over hoe het er verder uitziet. En ik kan mijn gedrag daardoor aanpassen. Dat is eigenlijk informatie, dat is de rope die ik heb. Rope is vooral, zien we terug als informatie. Nou, wat leert Goldraad ons? Als we een proces hebben, hè, laten we zeggen uh, negen verkenners die ergens uh, naartoe moeten, dan is de eerste opdracht vind Herbie. Goldraad zegt find Herbie. Ik heb hem hier rood gemaakt, dat is heel makkelijk, maar in de praktijk is het lang niet altijd even makkelijk om Herbie uh, te vinden. Dan leggen we de aan optimaliseren we in feite de situatie die er is. Maar we gaan verder dan dat. We moeten nadenken over: kunnen we Hubby niet gewoon sneller laten lopen? Dat kan wel een dingetje zijn. Moet je je voorstellen dat je tijdens de eerste pauze zit en je denkt: hé, hey, wacht eens even. Uh, we willen naar die lunch toe, we willen op tijd zijn, anders dan moeten we de kruimels opeten. Zijn de andere groepen ons, uh, ons voor geweest, hebben de eerste keuze dan. Uh, we lopen achter op tijdschema. Wat gaan we nou doen? Dan bedenkt er iemand: Nou, we gaan eens even naar die rugzak van Herbie kijken. Die blijkt helemaal vol te zitten met zakken, snoep en uh, blikjes, drinken, et cetera. En dat vertraagt Herbie eigenlijk enorm. En dan ga jij bedenken dat we gaan allemaal een stukje van Herbie's rugzak, of een stukje uh, wat, wat spullen uit Herbie's rugzak, verdelen over de anderen, zodat de anderen allemaal wat langzamer gaan lopen en Herbie sneller gaat lopen. Nou, leg dat maar eens aan de andere uh, mensen uit. Hè. In één bedrijf kan dat nog wel, maar als je over een keten praat die, van, uh, die twee keer de wereld overgaat, wat bijvoorbeeld een spijkerbroek uh, doet, dan een verschillende partijen passeert, dan is dat wel eens lastig. Maar niettemin is dat een, een van de logistieke uitdagingen die we moeten doen: ontlasten van Herbie. Nou, we gaan eens even kijken. Tuurlijk dat zien we ook op de snelweg. Dit is Herbie. Hartstikke duidelijk. Weten we van tevoren al. Als we zo een rode kruis gaan, gaan zetten. Als we aan de weg gaan werken, dan weten we het al. Van aan naar beter. Vindt Herbie. Daar is hij. Ontlasten. Ja hoor. Zien we ook voorbeelden van. Zo'n spitstrook. Hè? Dan offeren we een stukje veiligheid we op. Uh, ten behoeve van de doorstromen. Die zien we al dat uh, in de logistiek een, een keuze aan het maken zijn. Kennelijk is het... Uh, Omhoog brengen van de ene criterium, de doorstroming. Dat gaat soms wel eens ten koste van een ander criterium. Als we nou allemaal maar 70 blijven rijden, dan valt het ook wel mee, dan blijven die risico's binnen de, binnen de perken. Je hebt wel eens van die dagen, dan sta je in de file en dan denk je: waar is dit voor? Herbie is niet altijd makkelijk te vinden. Maar goed. Herbie leert ons iets over een proces. Met zijn acht medeverkenners, uh, dream, buffer, rope. Maar Herbie staat eigenlijk, of het proces van die verkenners, staat eigenlijk voor een werkproces, een ketenproces. Dat kan uh, van koen naar koelkast zijn, maar dat kan van alles zijn. Uh, dat kan ook een productieproces zijn, of dat kan een, uh, een proces in een distributiecentrum zijn. En belangrijk is uh, de lead time, dus de doorlooptijd van het hele proces. En het is die voorste verkenner, als die zeg maar de verkoper is en die neemt de order aan van de klant. Dan is die achterste verkenner is degene die de, uh, het product daadwerkelijk heeft afgeleverd, of misschien wel de betaling uh, uh, verzorgd. In ieder geval de laatste stap in het, uh, in het proces. En met z'n allen vormen ze één uh, proces. Nou, wat kunnen we dan met dat proces doen? We kunnen Herbie vinden. Daar, zijn we, uh, heel, daar kun je heel veel mee bezig zijn. Je kan nadenken over wat is het tempo van de drum is, wat is het ritme? In de productiesfeer noemen ze dat de taktijden. Wat is nou het optimale uh, ritme voor, uh, voor alle onderdelen om te, kunnen, om te kunnen volgen? Ik leg een buffer aan, maar hoe groot moet die buffer eigenlijk zijn? Want als ik de buffer te groot uh, maak, dan maak ik de doorlooptijd, de lead time, zoals we die zo mooi uh, noemen, die maak ik onnodig uh, langer. En wat kan ik doen, en dat is het meest creatieve deel. Wat kan ik doen aan het ontlasten van Herbie? Kan ik processen anders inrichten? En wat gebeurt er eigenlijk als ik Herbie ontlast heb? Dat is een mooie vraag om nog eens thuis over na te denken. Nou, wat we ook hebben gezien: hè, rope is informatie, maar informatie is de smeerolie van de supply chain. Als je processen gaat verbeteren, dan komt dat heel vaak aan de hand van nieuwe technologie. Nieuwe technologie waarmee ik informatie sneller op de juiste plek kan hebben, waardoor ik eerder weet en sneller kan reageren, anticiperen op wat er komen gaat. Dat ik de juiste mensen klaar kan zetten, dat ik de juiste dingen kan, uh, kan doen, zodat processen ook allemaal just in time op elkaar aansluiten. Die processen, daar kan overal over gaan. Hè? Dit is dan een voorbeeld van als het, het ene vliegtuig uit moet en het andere vliegtuig in, dan kan ik alle stappen op een rijtje zetten en dan kan ik rustig bestuderen van waar gaat het nou mis, waar moet ik buffer aanleggen en waar, eh, ka hoe kan ik dit proces zo snel mogelijk eh, maken, zodat die vliegtuigen zijn waar ze moeten zijn, namelijk in de lucht. Als ik in een distributiecentrum uh, uh, werk of ik heb een opdracht in een, in een distributiecentrum, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar de essentie van het verhaal blijft hetzelfde. Het wordt een heel complex verhaal. Ja, dat zie je ook wel aan dit, uh, aan dit plaatje. Je zal er maar in, in een keten überhaupt van moeten, van moeten tekenen. Maar in essentie geldt deze theorie nog steeds. Nou, dit is de theorie. Van Eliao Goldraad. Die staat beschreven in een prachtig boek. Dat gaat ook echt over Herbie. Die gaat echt over verkenners. Het leest als een, uh, uh, als een roman. Uh, het boek heet Het Doel. En ik raad het jullie allemaal van harte aan. Bedankt voor jullie aandacht. En veel plezier.